DNA-leden van vooral de oppositie plaatsen vandaag grote vraagtekens bij de houding van de regering ten aanzien van de afhandeling van de kwestie Suralco. Volgens hen is er een besluit genomen dat de regering omstandig het parlement zou moeten informeren over de ontmanteling van het bauxietbedrijf. Voorzitter Jenny Simons gaf aan dat er formeel geen antwoord van de regering is ontvangen. U hoort ook het lid Ronnie Brunswijk dat aangaf dat deze kwestie nu een spoedeisend karakter heeft gehad. Wat we hebben van de regering tot nu toe is alleen de indicatie dat er een brief komt. Wat ik doe is het besluit van het parlement uitvoeren. Dat is het enige wat ik kan doen. Er is een besluit van het parlement en daarmee zijn we bezig dat uit te voeren. Van de regering zelf heb ik geen informatie over deze kwestie. Laat me dat duidelijk stellen hoor. Ik als voorzitter ben wat dat betreft op die lijn. We hebben geen informatie van de regering. Ik heb wel de toezegging dat er een brief komt. En ik ga daarvan uit dat de VP de correcte toezegging heeft gedaan. Wanneer we dan wachten tot volgende week of over 2 weken. En men heeft al gesloopt, een groot deel. Dan heeft dat geen zin meer. Dus daarom vragen wij dat u desnoods kunnen schorsen en de regering vragen om informatie te geven hierover. Dat is de hele zaak. Maar ik sta ook op één lijn met u. We hebben al gesproken, maar als nu dat ding ons spoedeisend karakter heeft gehad, dan moeten we inderdaad gaan kijken om de regering te vragen zo spoed mogelijk informatie te geven. Simon zegt dat er dan een ander besluit genomen zou moeten worden door het parlement. Ze geeft de leden mee dat het beter zou zijn het antwoord van de regering af te wachten. Ze stelt voor deze kwestie op de agenda van de huishoudelijke vergadering te plaatsen. De voorzitter benadrukt dat de leden voorzichtig moeten omspringen met de positie van het parlement. Er is een parlementair besluit. Ik handel niet gewoon. Ik handel hier volgens dat besluit. En dat, ik kan niet buiten dat besluit handelen. Als er, even leden, als er een situatie zou zijn, mag ik uw aandacht, als er een situatie in het land zou zijn, waarbij de Nationale Assemblée opdracht kan geven aan de Alcoa om die demolition te stoppen, dan zou ik het met u doen. Maar die situatie is er niet. Wij moeten heel voorzichtig omgaan met de positie van het parlement. Want we kunnen natuurlijk hier allerlei standpunten innemen. Als ze onuitvoerbaar zijn, dan maken we het parlement niet sterker. De issue, voorzitter, van ontmanteling die daar al begonnen is, is hier in uw parlement in huishoudelijk verband ook besproken, voorzitter. Voorzitter, u kent mijn standpunt en het voorstel die ik toen heb gedaan via de commissie, voorzitter, als toehoorder. Nu ben ik lid van de commissie. Maar als toehoorder dat we in afwachting van het antwoord dat we van de regering moeten krijgen of zullen krijgen, ook als commissie zouden moeten gaan zitten met de DC, met de minister van NH en met de presidentiële commissie, voorzitter. En dat voorstel was van de tafel geveegd, voorzitter. En dat zie ik nu leden weer hier opstaan en met datzelfde te komen van misschien moeten we veldbezoeken afleggen, we moeten met anderen gaan praten, we moeten als parlement zelf informatie gaan zoeken, voorzitter. Maar na al die discussies, voorzitter, die we hebben gehad, is het besluit van het parlement genomen, voorzitter, dat nog steeds stand houdt, want het besluit is nog steeds niet gewijzigd. In feite gaat het niet eens om informatie. In feite gaat het erover die gewijzigde Brokoponde overeenkomst moet naar het parlement komen. En daar gaat het over. En het heeft geen zin om de discussie over Alcoa hier te voeren. We kunnen het ook niet voeren, we hebben geen agendapunt. Dus lid B, kunt u afronden. Ik deel een andere mening, voorzitter. Ja, maar u moet afronden. Er moet een Brokoponde overeenkomst hier komen. Maar feit is dat de afspraken die we hebben gemaakt met de regering stand moeten houden. Want ik kan wachten op die Brokoponde overeenkomst, maar tegelijkertijd doet Suralco zijn dingen daar. En het moment dat die Brokoponde overeenkomst hier is, dan is het niet meer relevant om erover te praten. De DNA-voorzitter Simons bracht een eind aan de discussie door aan te halen dat deze kwestie donderdag op de agenda van de huishoudelijke vergadering wordt geplaatst. Ze drukt de leden op het hart dat er een openbare vergadering over de ontmanteling van Suralco komt.
Ze is ervan overtuigd dat het parlement de regering ter verantwoording moet roepen hierover, maar is ook voorzichtig over de positie van het parlement.